7 is de lijn k, 4x min 7y is 22. Vraag a. Voor welke p ligt het punt a 2, p op k? Oké, gegeven is dat het punt a 2, p op k ligt. Dat betekent dat dat punt a voldoet aan deze formule, namelijk dat 4 keer de x-coördinaat van a min 7 keer de y-coördinaat van a, dat daar 22 uit moet komen. Dat vertelt die formule hier. Alleen normaal gesproken schrijven we die a'tjes eronder schrijven we niet op. Dus 4x min 7y moet 22 zijn. Nou, van punt a is de x-coördinaat, die is 2. En de y-coördinaat is p. Dit zijn dezelfde x- en y-coördinaat als in de formule, want a ligt op k. Dus op de plaats van de x mag ik de 2 schrijven en op de plaats van de y mag ik de p schrijven. Nou, wat begon als een lijn met twee letters die ik niet weet, een x en een y, heb ik nu een vergelijking gekregen. En daar staat nog maar één letter in die ik niet weet, namelijk de letter p. En de vraag is voor welke p, dus mijn som moet eindigen met p is. Ja, dit is een eenvoudige lineaire vergelijking oplossen. Ik reken eerst 4 keer 2 uit, ik verhuis 8 naar de andere kant. 22 min 8 is 14, delen door het getal voor de p. Dus 14 gedeeld door min 7. En dan krijg ik als antwoord p is min 2. Dan gaan we naar vraag b. Ik heb exact weer dezelfde lijn, maar ik heb nu een ander punt. Ik heb het punt q, min 3. Er wordt nu geen letter aangegeven. Ja, het komt in allerlei soorten deze vragen. Eén keer zetten ze een letter A bij en de andere keer hebben ze geen letter, ze zeggen gewoon een punt. Maar het sommetje blijft hetzelfde. Dit is een oplossing van 4x min 7y is 22. En voor welke p ligt het punt op de lijn? Voor welke q is het een oplossing op de lijn liggen, een oplossing zijn? Dat is eigenlijk allemaal dezelfde vraag, alleen op een andere manier gesteld. Het betekent gewoon weer, ik heb een punt, daarvan is de x is q, de y is min 3. Ik heb een formule waar ook een x en een y in voorkomen. En de x'en zijn hetzelfde en de y-waarden zijn hetzelfde. Dus dat betekent dat ik de x mag substitueren door de q en de y mag vervangen door de min 3. En vervolgens heb ik weer een lineaire vergelijking die ik moet oplossen. 4q plus 21 is 22. 4q is 1. Laatste stap is delen door het getal voor de q, dus q is 1 vierde. Dus als q 1 vierde is, dan ligt het punt 1 vierde, min 3 ligt op de lijn en is dus een oplossing van het stelsel, van de vergelijking. Gaan we naar vraag C. Vraag C. Bereken de richtingscoëfficiënt van k. Ja, k staat nu in deze vorm, 4x min 7y is 22. En waar je gewend bent te zeggen van nou, de richtingscoëfficiënt is het getal voor de x, wat voor de x staat. Ja, kan je dat hier niet zeggen. Je mag alleen maar zeggen dat het getal voor de x de richtingscoëfficiënt is, als die in de vorm y is ax plus b staat. Oftewel, als die in de vorm y is staat. Dit is cruciaal. Als dat er niet staat, dan is dat niet de richtingscoëfficiënt. Dus in dit geval, 4x min 7y is 22, kan ik de richtingscoëfficiënt niet aflezen en zal ik hem eerst moeten herschrijven. Oké, die 4x aan de linkerkant, die moet daar weg. Want ik wil aan de linkerkant alleen maar y is overhouden. Dus 4x verhuist naar de andere kant, wordt daar min 4x. Ik wil niet hebben min 7y is, want dan kan ik de richtingscoëfficiënt niet aflezen. Ik wil hebben y is, dus ik ga nog delen door min 7. Alle termen aan de linkerkant, sorry, aan de rechterkant deel ik door min 7. Dus min 4x is één term, die deel ik door min 7. En plus 22 is een term, die deel ik door min 7. Nou, min 4 gedeeld door min 7, min gedeeld door min is plus. En 4 gedeeld door 7 laat ik lekker als breuk staan. En min gedeeld door min wordt weer plus. En 22, 7 ga ik wel vereenvoudigen. Naar 317, anders zie ik ook dat ik een klein schrijffoutje heb gemaakt, want het was plus 22. Dus ik verbeter hem even, dus dit is plus 22. En plus gedeeld door min is natuurlijk een min. Ik groei het even weg.
Je moet verschrikkelijk goed opletten voor verschrijvingen. Nou, wat is ook weer de vraag? Bereken de richtingscoëfficiënt van k. Als de formule in vorm I is ax plus b staat, dan kun je de richtingscoëfficiënt aflezen voor de x. En ik heb nu dus de richtingscoëfficiënt gevonden. En de richtingscoëfficiënt van k is dus 4/7.